Hoi, een tijdje geleden was ik op zoek naar wat andere materiaal dan de jazz standards uit het Real Book. En ik kwam bijvoorbeeld door een tournee met Tori Amos en wat meer naar popmuziek te luisteren, kwam ik erachter dat er eigenlijk een nieuwe wereld voor me openging. Want in de popmuziek worden eigenlijk heel andere akkoorden gebruikt dan in de jazzmuziek. Meestal simpeler, maar ja, ook wel weer heel leuk om daarmee te kunnen improviseren. En daarom heb ik eigenlijk ook een aantal stukken geschreven, waaronder mijn compositie Dasein. En ik neem jou even mee door Dasein. Dasein is namelijk gebaseerd op maar twee akkoorden. Het is een zesmatenvorm, dat is al heel ongebruikelijk. En het bestaat namelijk, het eerste akkoord is E2, of E2. Twee sus wordt het ook vaak genoemd. Dat is een E, een Fis en een B. Als je het anders voiced, klinkt het mooier. Dus dat is voor de bass-instrumenten is het Fis 2. Voor de S-instrumenten is het Sis 2. En dan gaat hij naar C2. Een C, een D en een G. C2 is voor de bassinstrumenten natuurlijk D2 en voor de S-instrumenten is dat A2. En dan gaat hij weer door. En hier dacht ik van nou, hier ga ik wat anders doen. Ik neem hier het akkoord D4. Akkoord, het is eigenlijk een drieklank. En wat is D4? Nou, dat is een D met de vierde toon, een G en een kwint. Dus een anders voice. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een susakkoord waar het septiem is uitgelaten. Want D, sus, laat ik die zevende toon, het septiem, laat ik eruit. Krijg ik een opener klank. Ja, dit is wat onbestemder nog dan het susakkoord. Nou, en dit is eigenlijk het hele schema van Dasein. Overigens, D4 sus, dat is dus voor de S-instrumenten, is dat B4. En voor de bass-instrumenten is dat E4. Nou, en daar heb ik het stukje Dasein mee gecomponeerd. Dasein, een zesmatenvorm, waarbij elk akkoord twee maten voorbij komt. Het is in een 12-achtste vorm. En nu is het altijd leuk bij het improviseren als je het kunt reduceren. In plaats van per maat iets anders te moeten doen, kun je hier heel goed met één toonladder op improviseren. Namelijk de toonladder van klinkend G majeur. Voor de bassinstrumenten is dat dus A majeur met drie kruisen. Voor de S-instrumenten is dat E majeur met vier kruisen. En ik laat je gewoon eens even een voorbeeldje horen. Het staat in een 12-achtste maat, dus de uitdaging zit hem er niet zozeer in om de goede ladder en de goede noten te spelen, maar dat zit hem vooral in het ritme. Nou, hier komt mijn versie van Dasein. Enzovoort. Wil jij ook zo'n meespeeltrack hebben om dit te oefenen? Stuur me dan even een mailtje en dan stuur ik je een meespeeltrack. Compleet met bladmuziek getransponeerd voor jouw instrument. Ik zie graag je reactie tegemoet.